Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben vandaag op Papendal. Nog 39 dagen te gaan tot Rio. En vandaag is de persdag van de Atletiek Unie. Voor ons interessant, want Maureen Koster uit de regio, Fabian Florent en Tessa van Schagen doen mee aan de Olympische Spelen en aan het EK natuurlijk. Ik ben onwijs benieuwd hoe zij zich voorbereiden op de Olympische Spelen. Dus dat gaan we vandaag aan hun vragen. Voordat ik de sporters ga interviewen, gaan we eerst nog even kijken bij hun training. Want hierachter zijn ze nu aan het trainen. En hier traint dus ook misschien wel toekomstige Olympische kampioene Daphne Schippers. Persconferentie. Naast mij staat Tessa van Schagen. Je hebt 2 grote evenementen deze zomer. Wat is voor jou het belangrijkste? De Olympische Spelen of het Europees kampioenschap? De Olympische Spelen zijn natuurlijk wel heel bijzonder om mee te maken. Maar ja, Europees kampioenschap in eigen land is ook wel heel mooi. Dus ja, ik vind het allebei gewoon heel leuk. En het heeft allebei wel iets eigenlijk. En je weet nog maar heel kort dat je naar de Olympische Spelen gaat. Hoe bereid je je voor op zo'n groot evenement? Want je bent nog nooit eerder geweest. Hoe ga je daarop voorbereiden? Ik probeer het eigenlijk gewoon zo normaal mogelijk te zien. En niet te veel te denken hoe bijzonder het allemaal wel is. Omdat word ik alleen maar zenuwachtiger. Dus ik ben gewoon zoals eigenlijk normaal ook. Ik op andere wedstrijden me voorbereid. En hoe schat je je kansen in? Dat weet ik eigenlijk nog niet precies. Ik heb natuurlijk net pas het limiet gelopen. En ik moet nog een beetje kijken wat eigenlijk de concurrentie verder allemaal loopt. Maar op het EK denk ik dat het misschien finale er wel in zit. Maar op Olympische Spelen weet ik dat echt niet. Daar wil ik gewoon zo hard mogelijk lopen. En dan zie ik wel waar ik eindig, zeg maar. Ga je daar nog door naar Tokio? Natuurlijk ga ik nog wel door. Ik ben pas 22, dus ik ga zeker nog even. Dan kunnen we samen op naar Tokio. Nou, Tessa, heel veel succes op het EK en op de Olympische Spelen. En we gaan je volgen.